Het is eigenlijk een medisch proces waar je eigenlijk wel in blijft zitten. Waarschijnlijk nu wel voor de rest van mijn leven. Na 5 jaar ben je pas kankervrij, wat ze dan zeggen. Dus voor nu ben ik nog steeds kankerpatiënt. Vandaag heb ik een tweede date met... Hey! Jessie, je zou haar kunnen kennen uit seizoen 3, waarin ze ons vertelde hoe het is om borstkanker te hebben. Ik voelde een soort van knikkertje-achtig was het. Het begon te branden en warm te worden en ik voelde dat het groter werd. Borstkanker, of mammakarcinoom, is een kwaadaardige tumor die in één of beide borsten kan groeien. In Nederland wordt 1 op de 7 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. En heel soms komt de ziekte ook voor bij mannen. Ik heb mijn haar gewoon in 1 keer af laten scheren. De eerste keer dat ik ging douchen zonder haar. Toen heb ik wel even goed staan janken in die douche. En die paar keren daarna ook nog wel. Een pruik op hebben, hè, is net als een BH. Het is leuk om hem aan te hebben, maar aan het einde van de dag moet je hem echt uittrekken, want dan ben je er helemaal klaar mee. Ik zou hem ook gewoon nu af kunnen zetten, hoor. Nou, doe maar. Ik wil het wel zien. Ja? Ja. Ik ben benieuwd of je er dan heel anders uitziet. Kijk. Nou, ik vind het niet heel anders. Je bent een echte gabber. Ja. Zet ik die op? Nee. Dan zal je vast enig staan. Oh joh, maar je hebt heel veel haar. Oké, vertel. Wat gaan we doen vandaag? Straks gaan we naar het Antonie van Leeuwenhoek. En dan krijg ik mijn eerste jaarlijkse borstkankercontrole. Oeh. Is ook echt je allereerste check dus? Yes. Mijn eerste sinds dat ik ziek ben geweest. Oh my god, vind je dat niet spannend? Ja, heel erg. Ik ben echt heel erg nerveus ervoor, maar ja, het moet. Ja. Hey, en waarom sta je dan eigenlijk na een jaar dus nog steeds hier in een pruikenwinkel? Na de chemo krijg je vaak echt krulhaar terug. Mm-hmm. Dus voor mij is het prettig om dan toch nog een haarstuk te dragen, omdat ik het korte nog heel erg link aan het ziek zijn. En dus wil je dan gewoon lang haar hebben, zodat het voelt alsof je niet ziek bent? Nee, precies, ja. En ik vind het zelf ook gewoon heel mooi natuurlijk, om lang haar te hebben. En hoe voelt deze plek dan voor jou, deze winkel? Erg dubbel. Aan de ene kant was dit voor mij eigenlijk het begin van een hele hoop ellende. En ziekenhuisbezoeken. En aan de andere kant heel erg fijn, omdat ik ben hier gewoon heel goed geholpen. Zodat ik me dan minder ziek voel, omdat ik dan een mooi haarstuk mag dragen. Ja, oké, maar laten we even kijken, toch? Yes. Gaan we voor grijs? Ja, fantastisch. Kort pittig. Lekker een andere Jessie. Rood. Nee, wat heb je een beetje in de garderobe, zeg maar? Ik zelf heb eigenlijk best wel veel verschillende pruiken. Echt van tot op mijn kont en dan rood. Echt? Tot, en ze wisselen dus ook heel erg? Ja, ik wissel vaak wel. Ja, dat vind ik leuk. Ook bijvoorbeeld met foto's maken of zo. Dan vind ik het altijd wel leuk om een keer te kiezen voor iets anders. Ja, oké, dus als je gewoon even zo moet voelen waar jouw gevoel naartoe gaat. Naar welke pruik gaat het dan? Want dan gaan we die eens gewoon even passen, toch? In ieder geval niet naar de grijze. Nee, daar wachten we nog even mee. Ik denk deze. Deze? Yes. En waarom die? Omdat die het meeste lijkt ook op mijn eigen haar. Hoe het was voordat ik ziek was. Oh ja? Yes. Oké, nou laten we deze even passen. Helemaal goed. Oeh. Oh, pardon. Hey, zet ik die op? Nee. Dan zal je vast enig staan. Oh joh, maar je hebt heel veel haar. Ja, maar het is net te kort dat Kijk het eens, vast joh. Kan. Ja. Kijk eens even. Zo leuk eigenlijk dat je met een pruik ook telkens een heel ander hoofd krijgt, ja, toch? Ja, ja. Het is heel wat anders dan die blonde pruik. Die is bijvoorbeeld wat strenger, denk ik. En dit is wat warmer en wat winterser. Maar we zijn nu een jaar verder en je hebt dan toch die check. Ja. Hoe is dat, weet je wel? Je bent dus niet een soort van klaar als je schoon bent verklaard. Nee, het is eigenlijk een medisch proces waar je eigenlijk wel in blijft zitten. Waarschijnlijk nu wel voor de rest van mijn leven. Na 5 jaar ben je pas kankervrij, wat ze dan zeggen. Mm-hmm. Dus voor nu ben ik nog steeds kankerpatiënt. Het is eigenlijk iets waar je niet van afkomt. De angst blijft en de controles blijven. En ik heb de aankomende 5 jaar heb ik sowieso nog medicijnen die ik moet nemen. En elke 4 weken een injectie. Oh, echt, joh? Yes.
het gaat nu wel een stuk beter. Ik ben begonnen aan een revalidatietraject bij het ziekenhuis. En dat gaat nu hartstikke goed. Daar ga ik 2 keer in de week heen. En ergotherapie. Ergotherapie is een soort van therapie waar je echt... Je moet ook puzzels oplossen en weer leren dingen te onthouden. En door de chemotherapie worden je hersenen ook aangetast. Daarom bijvoorbeeld fietsen in druk verkeer, dat is voor mij veel te chaotisch. Omdat mijn hoofd dat gewoon niet kan verwerken om op zoveel dingen tegelijkertijd te moeten letten. Dat gaat gewoon niet. En daarnaast ga ik ook nog naar de psycholoog om te verwerken dat ik überhaupt ziek ben geweest. Want geestelijk heeft dat natuurlijk ook een flinke impact. Ja. Wow, maar even, ik moet even mijn beeld bijschaven van dat ik altijd denk dat als je dan klaar bent, als je kankervrij bent, dat het dan gewoon klaar is. Dus je leven kan weer beginnen en hartstikke idee, ik hoef helemaal niks te doen. Maar jij hebt zeg maar zo'n lijst aan dingen waar je nu druk mee bent. Zeker. Het is niet klaar. Het is eigenlijk een onderdeel wat voor de rest van mijn leven van mij zou zijn. Of ik het nou wil of niet. Maar het is iets waar ik mee moet leren leven. Maar had jij dit verwacht? Dat je deze hele nasleep nog zou hebben wanneer je schoon was verklaard? Nee, ik had eigenlijk in mijn hoofd van, jee, party en corona is voorbij, dus ik kan weer leuke dingen doen. En dat is op zekere hoogte ook wel zo. Ja. Maar ik moet ook wel vaak even gas terug en dan even streng voor mezelf zijn. En dan zeggen, oké, nu moet ik wel even wat rustiger aandoen. Het is niet meer zoals het was. Ja. Hey, hallo. Schat. Dankjewel dat je hier bent. Hoi, ik ben Jurre. Je bent de support. Kom. Alright. Hoe spannend is dit moment? Ja, echt heel erg. Ik kwam hier eerder natuurlijk wekelijks voor de chemo en voor alle prikken en onderzoeken. En om dan nu hier na een jaar terug te zijn is wel echt raar eigenlijk. Ja. Ja, want hoe voelt het? Vooral angst. Bang dat ik straks slecht nieuws ga krijgen. Je hebt natuurlijk ook gewoon een trauma, zeg maar, van het zo vaak slecht nieuws krijgen. Dus dan is dit moment denk ik ook gewoon dat trauma. Ja, zeker. Je herleeft het eigenlijk weer opnieuw. Want natuurlijk het eerste wat je dan hoort als slecht nieuws is, je hebt kanker. Oké, ja, dat is natuurlijk al een flink klap om te verwerken. En dan krijg je te horen, je mag een borstbesparende operatie. Dus dan mag je eigen borst houden. Nou, ik helemaal blij natuurlijk. Daar hadden we in het vorige interview ook over. En dan vinden ze wat in je lymfe. En dan is het, als je je borsten niet laat weghalen, dan komt de kanker sowieso terug. Ja. Dus toen heb ik besluit moeten maken om toch de borstamputatie te doen. Ook al wil je dat natuurlijk niet, want je wilt wel houden wat van jezelf is. Ja, maar door al die dingen, zeg maar, hoeveel vertrouwen heb je dan in je lijf? Hoe is die relatie? Ja, dat is een moeilijke vraag. Sinds de borstamputatie heb ik wel wat meer vertrouwen in mijn lijf. Omdat ik dan denk, het is nu wel weg. En die lymfen die kunnen ook niks meer uitzaaien nu momenteel. Maar aan de andere kant hou je wel in je achterhoofd dat het terug kan komen. Waar dan ook. Dus daarin heb ik dan weer weinig vertrouwen in mijn lijf. Ja, want hoe groot is de kans dat het kutnieuws is, denk je? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar wat... Ik denk dat de kans wel klein is, puur omdat ik natuurlijk toch die borstamputatie heb ondergaan. Ja. Maar je weet het nooit inderdaad, zoals je net zei. Het is altijd maar gokken. En hoe kunnen wij er nou straks een beetje voor je zijn? De gewoon zijn, denk ik, ja. Ja, lief ook dat jij erbij bent. Ja, echt een schat. En laten we hopen op iets goeds. Toch? Ja, helemaal klaar mee met al het slechte nieuws. Al dat gezeik, ja. Maar gewoon een beetje positiviteit. Ja. Gaat goed komen. Tijd voor leuke dingen. En wijn. Heel veel wijn. Nou, dat wijn kunnen we regelen. We gaan hem in een flesje scoren straks. Ja, dat is goed deal, hè. Nou, volgens mij is het een heel jaar dat we elkaar hebben gezien. Klopt. Nou, deze kamer, tweede deur. Yes. Je weet de weg. Dit is de eerste keer dat ik jou zie na de operatie, dus ik ben heel benieuwd hoe het is geworden. De kans dat ik iets ontdek tijdens lichamelijk onderzoek is eigenlijk verwaarloosbaar. Is gewoon nieuw. We weten dat als er iets is, dat vrouwen zelf meekomen. Dat je zelf iets zou merken aan het litteken of een knikker of een knobbel in je oksel.
Dus nu de eerste keer. Belangrijk om te zien hoe het genezen is en hoe het eruit ziet. Maar ja, niet dat je bang hoeft te zijn dat ik iets ga ontdekken. Okay. Echt niet. Nee. Dus dat wil ik wel erbij zeggen. Yes. Oké. Okay. Ja. Nou, kom. Nou, even goed naar kijken. Nou ja, voor mij ziet het er prachtig uit. Jesse, echt fantastisch. Hoe vind je het zelf? Ik ben er erg blij mee. Het ziet er mooi uit. Ja. Het was in het begin even wennen, maar... Dat snap ik, ja. Wat ik wil doen, ik ga gewoon eigenlijk met mijn hand langs het litteken. Wat van de, van beiderzijds. Het is ontzettend mooi genezen, vind ik, beiderzijds. Ik ga met mijn duimen en mijn vingers even kijken naar alle... Nou ja, de lymfeklieren bij je sleutelbeen, of ik daar iets voel, maar daar voel ik helemaal niks. Dan ga ik kijken naar de oksel, dus... Nee, ik voel geen klieren. En hier voel ik ook geen klieren. Ik voel ook eigenlijk niks wat ik niet... niks onverwacht, zeg maar. Alleen maar wat ik verwacht na een operatie. Ja. Nee, mooi. Dus prachtig. Dat was het. Ja, APK goedgekeurd. APK is goed, jongen. Ja. Nou, Jesse, super. Ziet er echt fantastisch goed uit. Het is goed nieuws. Goed echt, nieuws, toch? Echt goed nieuws. Ja, super goed nieuws. Ja. Echt heel erg fijn. Hoe opgelucht ben je even? Ik snap dat het echt spannend is om te komen. Maar weet je, ten eerste, je hebt ongelooflijk goed ben je door de behandeling heen gekomen. Dus je hebt een hele goede, sowieso echt een hele goede prognose. Dat weet je, dat heb ik natuurlijk al eerder gezegd. En ja, het is wel mooi om je APK'tje te hebben. Ja, op deze manier. Ja. Top. Fijn. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Je wilt liefst gewoon kaart gillen, toch? Oh, woehoe! Oh my god. Mooi. Ja. Oh, hoe gaat het met je? Ik heb het een beetje warm van. Ja, snap ik. Maar dat betekent dat ik nu gewoon weer een jaar verder kan relaxen en niet hoef te stressen. Dus, als er iets is tussendoor, dan weet je me te vinden. Yes, dan weet ik. Maar wat, ik hoop van niet. Nee, daar gaan we niet vanuit. Nee, precies. Dus dan zien we elkaar volgend jaar. Yes. En nu? Ja, we moeten het eigenlijk wel gaan vieren, denk ik. Ja, toch? Ik ga zeker wel even een fles champagne opentrekken zo meteen. En het is echt een opluchting. Oh my god. Geen jaar met weer prikken en chemo's en andere medische molens. Dus rust. Ja. Ja, want waar denk je dan nu aan in je hoofd? Van wat gaat er nu de aankomende tijd gebeuren? Lekker bezig met mijn draaicarrière en avonturen beleven met mijn vriendinnen. En tijd voor leuke dingen. We gaan weer naar Kroatië. Ja. We gaan leuke dingen plannen, zeker. Wel lekker het leven bij de lurven pakken. Ja, zeker. Ja. Echt, hè? Oké, nou super thanks dat ik erbij mocht zijn. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ja, echt. Gaan jullie lekker vieren met z'n tweetjes? Yes. Trek heel veel champagne open. Jawel, en omdat dit in ieder geval heel lang nu niet meer hoeft. Nee, echt, hè? Nou, de date zit erop. Een hele bijzondere en intense date. Ik dacht, als je kankervrij bent, dan is het klaar en dan kan je leven beginnen. Maar dan begint dus eigenlijk ook gewoon die hele revalidatie en het gezond krijgen van je geest en van je lichaam. En nou ja, dat kan zij natuurlijk, daar kan zij gewoon fantastisch mee omgaan. Vandaag was in ieder geval een hele chille, hele positieve mijlpaal. En zo zie je maar ook hoe belangrijk dat is. Dat je na een jaar gewoon weet dat het voor nu ook gewoon even klaar is. En bel me voor een volgende date. Maar dan niet in het ziekenhuis. Want dan wil ik ook gewoon lekker met je champagne drinken. Goed idee.